Het is woensdag, dus we kijken weer even naar de nieuwste films die vanaf morgen in de bioscoop draaien. Ik heb er weer 4 voor geselecteerd en de eerste is de horrorfilm Barbarian. Een vrouw boekt een huurwoning omdat ze naar Detroit afreist voor een sollicitatiegesprek. Wanneer ze in de avond arriveert, ontdekt ze dat het huis dubbel is geboekt en een vreemde man er al verblijft. Tegen haar intuïtie in besluit ze de nacht door te brengen in het huis, maar ontdekt ze al snel dat er veel meer te vrezen is dan alleen een onverwachte huisgast. Oh, you've got to be kidding me. Yeah. This is 476 Barbary, right? Yeah, I'm renting this place. No, I booked it a month ago. Are you sure you have the right place? Yeah. What am I supposed to do? Why don't you come inside and we'll call these idiots. Why don't you just crash here? Oh, no. I don't know if you got a great look at this neighborhood, but I don't think you should be out there by yourself. It's dry and there's a lock on the door. By the way, I'm Keith. Tess. You take the bedroom and I'll sleep out here on the couch. Perfectly natural. Barbarian is in onze regio te zien in de bioscoop Pathé en View. De volgende voorstelling is een interessante documentaire die morgen in de première gaat. Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de ontdekking van de graftombe verschijnt de docu Tutankhamon. Can you see anything? Yes, wonderful things. In november 1922 maakte de Britse archeoloog Howard Carter een klein gat boven een ondergrondse deuropening in de Vallei der Koningen en ontdekte de grafkamer van farao Tutankhamon. Deze documentaire biedt een buitengewone kans om de farao te ontmoeten en 150 van zijn schatten te bewonderen. Who hasn't grown up wanting to learn about Tut? The greatest exhibition of all time. After 3 weeks of digging, we raised the coffin. Tutankhamun shows the power of Egypt. È una leggenda epica. Tutankhamun is a magical feeling. The curse of Tutankhamun.
make them live again. Tutankhamon is in onze regio alleen te zien in filmhuis Lux. Zometeen heb ik nog twee gloednieuwe films voor je, met ook wat meer humor erin. Maar eerst lopen we weer door de top 5 van de best bezochte films van afgelopen week. Op 5 zien we het effect van de herfstvakantie terug. Daar eindigt namelijk de grote Sinterklaasfilm Gespuis in de speelgoedkluis. Op 4, ondanks Halloween, toch één plekje gezakt, de horrorfilm Smile. Nieuw binnen op nummer 3, de eenmalige livestream van het concert dat Coldplay gaf in Buenos Aires. Op 2 nog steeds de romcom Ticket to Paradise. En op 1, stevast de knaller Black Adam. You have two paths. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. In 2021 bestormde de toen nog onbekende Nathan Evans plotseling de hitlijsten nadat zijn a cappella versie van het lied The Wellerman compleet viral ging. Sindsdien zijn de sea shanties weer helemaal hip and happening en dat zie je overal terug. Nu ook op het witte doek in een muzikale komische drama Fisherman Friends. I'm here to pick up 15 passes for the Fishman's Friends. Catering passes are allocated at the trader's entrance. Oh, no, so Fishman's Friends are a band. I thought you were talking about the cough sweets. What's it like sharing a record label with Lady Gaga? According to her management, she's well chuffed. Let your heart. The Fishman's Friends have a new album ready to roll. Yeah. Moby Dick and the Wailers are not on message. All they said was, does she like meat or pasty? Sailing. They want you, they want you, they want you as a new recruit. No, we bloody don't. Nadat de Fisherman Friends uit Cornwall met hun traditionele zeemansliederen onverwacht de hitlijsten bestormen, maakt het Shantycore hun comeback. Een jaar na hun eerste nummer 1 hit struggelen ze met het uitbrengen van hun tweede album. In One and All moeten ze langs de ups en downs, de valkuilen en verleidingen van hun succes navigeren. Terwijl ze tegelijkertijd de groep en hun levenslange vriendschap in stand proberen te houden. En dat met hun grootste optreden tot nu toe voor de boeg. Het beroemde Glastonbury Festival. Since when a fish finger's been sexy? One and all, Jim. One and all, mate. One word to say to you, Glastonbury. That woman has seriously lost the plot. My name is Leadville Treblecock, and I'm politically incorrect, my darling. Referring to me as my darling is inappropriate. Sorry, pet. Fisherman Friends is in onze regio te zien in filmhuis Lux. Tot slot een dramafilm van Nederlandse bodem. Het is een verfilming van het boek van Saskia Noord en in de hoofdrol speelt Elise Schaap. Dit is Stromboli. We all have our own story. Saar, waar ben jij? Je kan toch niet zomaar verdwijnen? I've heard the volcano has been very active recently. Don't worry, it almost never erupts. Kut, waar is nou mijn tas? Ik ga betalen, ik moet alleen even mijn tas zien te vinden, ja? What brings you to Stromboli? Iets belangrijks. Over vroeger. Jezus, is it you? I'm Jens. I like your hair. Do you need help, Sarah? I'm lost. Shall I take you home? Sarah arriveert met een koffer vol wodka en een uitgeput hart op het eiland Stromboli. Ze komt in een retraite terecht waar ze samen met een bond gezelschap anderen, onder leiding van Guru Jens, de confrontatie aangaat met haar verleden. I don't see the point in dragging up old shit from 25 years ago. Why are you here? All of you. Maybe you guys can help each other to heal. Did she talk to you, your daughter?
She used to. I don't know anything about families. I don't like sex. No touching. I think it should be avoided at all costs. Remember the root of your pain. I've seen terrible things. Als je maar lang genoeg niet aan denkt, het zal op een bepaald moment ook niet meer gebeurd zijn. We have a limited amount of time here on Earth. How do you want to spend it? Who do you want to be? Life is not a rehearsal. Just follow your heart and see where it leads you. Stromboli is in onze regio in alle bioscopen te zien. Tot zover de filmupdates van deze week. Volgende week weer een nieuwe update, dus zorg dat je er weer bij bent. Tot dan!